Een hele goede avond. Het is 8:30 en het is tijd om een nachtje te vissen. Kijk eens, net lekker gebarbecued. En ja, ik denk het is tijd om gewoon lekker een nachtje vissen. Karretje ingepakt, hier op potje. Daar zijn nog mijn stretcher, mijn hengels en we gaan er vandoor. Zo, 5 minuutjes later. Fietsje helemaal ingepakt, op potje er lekker bovenop. Ja, ik had geen zin om erin te klappen vorige keer. En ja, tijd om te gaan. Tijd voor een paar mooie kanaalvisjes. Doei doei! Aangekomen op de stek. Hier de hengeltjes, tentje, karretje. En hier staat mijn rolpot. Ik heb een week voorgevoerd. Het is vandaag de hele dag 25 graden geweest. En het wordt vannacht niet kouder dan 15 graden. Dus ik heb er ziekelijk veel vertrouwen in. Ja, als ik nu niks vang, word ik helemaal gek. Dus tot zo. Waar vis ik nou mee? Met wat voor rig? Deze rig. Een rigje van mooie 16 centimeter. Met hier zijn 2 loodjes. Zodat wanneer de vis het aanzel pakt, gaat hij natuurlijk omhoog. En dan draait gelijk die haak zo zijn bek in. Dus ja, mooi. Ik zal het even laten zien hoe het werkt. Ik heb hier die onderlijn. En kijk, stel een karper pakt hem. Dan zag ik dit lood naar beneden en daardoor draait die haak gelijk in die karpers bek. Dat is natuurlijk helemaal geweldig, dat moet je hebben. Eerste groene jongen ook even uit het schepnet gehaald. Even een lekker pilsje, is nooit verkeerd op zijn tijd. Dus ik zeg proost. En ik hoop dat die hengels zo meteen even afgaan. En er komen nog veel te veel boten langs. Maar we gaan het vanzelf zien. Zo, hier zit ik dan. Mooi tentje, standen is op bezoek. En zo naar stand staan vogels. Daar komt een vrachtwagen. Heel leuk. Ja. Stan heb ook wel last van relatieproblemen. Nee. Dames en heren. Het is uit de. Ja, ik sta toch van de zijkant van weg. Ja, dat kan je echt niet zien, man. Zo, de eerste zit eraan. Die zeker niks. Nee. Ja, zo meteen al niet die lantaarnpaal zit. Kom maar even best een dikke. Oh, ze was helemaal hierheen gekomen, hè? Kijk hoor, kom weer. Dat is best doorrijden, ja. Dat is wel sterk. Kom man, dat is niet te stoppen. Oké, dat trek ik wat in. Ah, ik trek hem wel hier. Hey, jij zit er in je hengel, man. Ja, klopt. Oké, ja, mooi hoor. Kom op, kom. Zit hij erin? En met 2 lampen schijnen. Zo, dames en heren, daar is hij dan. Eerste vis van de nacht. 11 kilo en ja, een prachtig vis natuurlijk. Ik ben er echt blij mee, punt gaaf. Op een goed gevecht. En ja, daar doe je het toch voor, hè? Voor wat voorvoeren. Prachtig visje. Heerlijk. Dit is wel heel mooi, man. Hé jongens, ik moet even een shout-out doen aan deze gasten. Shout-out. Want ze hebben even mooi gefilmd toen ik die vis had. En een hele goede morgen. Na de vis van vannacht is er helaas niks meer geworden. Dus even de lijntjes er weer uitgehaald. Ik had maar 1 hengel zodat mijn bodem eraf gaat snoepen. Dus dat is jammer. Dus even de lijntjes weer perfect neerleggen. En dan hoop dat die toch wel even gaat lopen. Nou dames en heren, de eerste hand.
Hij is al bijna klaar om geschept te worden. En gaan we jullie even laten zien. Heerlijk. Het zonnetje kwam erbij en hij ging gelijk daarvandoor. Zo. Ook. Mooie kanaal torpedo. Was ook enorm sterk. En ik ga hem even op de foto een film zetten. Zo, dit is hem dan. Mooie kanaalvis. Kan al wat kleiner verwacht, maar op zich is hij nog best mooi. Een kilootje of 8. En ik ga hem jullie eens even laten zien. Lekkere staart. Ik ben zeker een kwartier aan het drillen geweest. En ik ben er helemaal blij mee. Het is helemaal uitgepaaid, even wat schade. Maar ja, het moet ook gebeuren. Ja, heerlijk. Zo, daar gaat hij weer. Prachtige kanaal. Is natuurlijk lekker geslapen wel vannacht, maar toch ben je dan af en toe nog wel een beetje moe. En dan komt deze baas. Ik kom gewoon even een bakkie brengen. Ze dus doe even een duim omhoog voor een meter van de schede. Echt de baas. Wat heb ik allemaal in mijn richtbox? Echt veel te veel natuurlijk. Hier nog allemaal oude onderlijnen en nieuwe. En wat natuurlijk weer niet opruimen. Een paar kissies met een beetje, zit er omheen, stoppertjes en zo. Dan een partij haken, daar hebben wij u tegen zeg, allemaal mooie neshaakjes. Vooral de Feng X en de Feng Twister vind ik echt aanraders. Helemaal top. En dan een beetje krimpkous, een beetje anti-tangle sleeves. En dan hier online materiaal, Leader. Leader, online materiaal, Leader en het loodjes. Dus sta ik wel. Meer. Zo, lekker aan het opruimen. Bijna alles ingepakt. En het is helaas toch niks meer geworden. Dus bij deze ga ik de video afsluiten. Doe even een blauw duimpje omhoog. Het was een korte video, maar ik denk ik kan wel een mooi videootje van maken. En ik wil gelijk even abonneren. Abonneer ik dan hier zo. En ik zie jullie weer.